Yo allemaal, welkom bij deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Thijs en vandaag zijn jullie weer terug bij de Hardcore Minecraft Survival. Zou je denken? Ik heb slecht nieuws. Ik was net een aflevering aan het opnemen. En ik had een broodje in de oven gedaan voordat ik ging opnemen. Dus een kwartiertje later was hij klaar. En ik stond in een cave. Ik had gewoon toortjes om me heen, dus ik dacht, ik ren even snel heen en weer. Nou, ik kom terug. U kent het wel. Dood. Helemaal klaar met helemaal schelden. En dus ik heb de wereld gekopieerd. Ik zit nu in survival mode, want je kan jezelf niet in hardcore mode zetten volgens mij. Dus ja, we gaan nu in survival verder. Als we doodgaan is het alsnog gewoon klaar. Net als hardcore. Maar dan doen we het gewoon even zo. Ik vind het ook jammer dat dat heeft moeten gebeuren. Want ik stond in een cave en ik dacht letterlijk 1,5 minuut heen en weer rennen. Ik kom terug dood. Ja. Very unlucky. Dus we gaan nu lekker naar de game toe. En dan gaan we gewoon verder. Waar we de vorige aflevering gebleven waren. Ja jongens, nou hier zijn we dan. Ik heb mezelf even wat spullen teruggegeven. Dit had ik ongeveer. 11 diamonds had ik. 18 en wat eten had ik. Heel veel meer had ik volgens mij niet. Ja, ik had nog wel wat meer. Maar heb ik niet meegenomen. Of niet zo boeiend. Dus ja, we gaan vanaf nu gewoon lekker verder. Want we zijn gisteren natuurlijk op deze berg geëindigd. We komen vanaf die kant. Dus ja, we gaan gewoon lekker die kant op. In de hoop. Of, oh nee, misschien zijn we hier zelfs al doorgegaan. Nou, ik weet ook allemaal niet, joh. Ik dacht, ik zet mezelf hierop terug. Echt typisch weer een Thijs-actie. Maar goed, hè. Maakt niet uit. Dus we hebben nu ook nog geen huis, geen mine. We hadden natuurlijk al een mine. Niet echt een huis. Ja, jammer. We gaan gewoon vanaf hier verder. En dan zien we wel waar we nu gaan uitkomen. Ik sowieso even ga doen. Wat van deze zooi hakken. Want dat maakt mijn leven gewoon een stukje makkelijker. Dan doe je dit. Kijk, dan maak je leven net een stukje makkelijker. Oh ja, ik had ook nog sugarcane en natuurlijk al wat seeds en zo. Nou ja, boeien. Ik kan onderweg ook seeds meenemen. Moet je ze wel oppakken thuis. En het wordt alweer nacht. Ik heb nu echt nachtmerries aan de nacht. Niet eens aan de nacht, gewoon aan de cave. Heb ik gewoon nu nachtmerries. Echt, oh. Dat is zo dom van mij ook. Ik had gewoon even mijn game zo moeten drukken. Want dan staat hij natuurlijk op pauze. Maar ik dacht, ik kan hem wel even open laten staan. Dat is het probleem niet. Nou, jongens, dat was het probleem dus wel. Mors dood, hè. Helemaal. Hey, kom terug. Mafkees. Maar goed, we gaan vanaf hier lekker verder en even wat eten hoor. Ik was namelijk heel braaf met die beesten aan het vechten. Want ik ging dus een cave en ik was heel braaf aan het vechten. Ik had letterlijk iedereen uitgeroeid, hè. Ik was gewoon al aan het minen en zo. En opeens spannen er toch nog heel veel zombies. Op zich niet gek. Ik bedoel, ik had het wel gewoon verlicht, maar waarschijnlijk gewoon niet goed genoeg. Ja, dan ga je dood, hè. Ik vind het wel de mooiste bomen, trouwens. Rabbit, neem even wat sugarcane mee. Hebben we dat ook weer? Sorry. Varkens. Hebben we ook niet heel gek voor aan, natuurlijk. Voor nu. Ik ben dus aan het
kijken of ik wel, nou niet aan het kijken, maar ik ben aan het zoeken naar natuurlijk een village of zoiets. Alleen, ja, ik heb dat nog niet echt gezien. Dus ik zit nu een beetje te denken van, heb ik dat generation wel aanstaan? Normaal vind je op zich best wel makkelijk een village. Oké, ik ben nu best wel ver wezen rennen. Ik zie daar wat lava, dus... Hé, hey, pompoen, dat betekent nog niet dat je dichtbij een... Hé. Waarom zag ik dit niet? Dat was dom. Daar ging mijn goldblok. Silk torch. Oeh. Obsidian, die nemen we mee. Een golden... Oh, die hadden we ook trouwens. Een golden apple. Die nemen we ook mee. Dit laten we maar even. Au. Oké. Ik ben oprecht best wel lang wezen lopen. Ik denk dat ik echt 10 minuten ben wezen lopen. Ik kwam net al een beetje langs een bar, dus ik had zo'n idee dat... Fuck hem met jou dan! Kutbeest. Ik had al zo'n idee dat ik hier de zee tegen zou komen. Zo, dit is wel groot. Dus wat doe je dan? Doe je dit. En dan maak je een bootje. En dan even kijken, hebben we ook? Ja, we hebben ook. Dus dan nemen we nog even wat logs mee. Want ja, dat moet. Belangrijk. We hoeven de crafting table niet mee te nemen. Oké. Dan kleuren we lekker die boter in. En ja, dan gaan we op tour en zie ik jullie. Ja, ik zie jullie gewoon weer terug als ik iets heb gevonden, want dit kan echt lang duren. Oké, nou ja, daarachter, dat is letterlijk waar we net vandaan komen, daar. En ik zie hier nu al van die ijsschotsen. Volgens mij kunnen daar niet heel veel mee, maar het is wel goede hoop dat we in een nieuwe biome terechtkomen. Misschien kunnen we hier wel, ja, ik weet niet, is dit iets speciaals of hoort dit gewoon zo? Want zoals ik zeg, ik ben echt een noob. Ik bedoel, gezonken schip. Volgens mij zit verder niks. In ieder geval een gezonken schip. Kijk. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Fuck no. Hell nah. I'm out of here. Bye. Zo van die lelijke beesten. Ja, dat gaan we niet doen. Echt niet. Dat gaan we niet doen. Dat zul je net zien, hè. Dan ga ik dood en dan start je een nieuwe. En dan ga je weer dood. Kijk, daar komt alweer wat land. Niet het land waar ik op hoop, maar wat je dan even doet, ga je eruit. Kijk, en dan maak je een crafting table. Ja, goed luisteren. Maak je een crafting table en dan maak je deuren. Denk je, waarom maak je deuren, Thijs? Nou, dat ga ik jullie uitleggen. Als je er dan hier ingaat. Kijk, dan kan je ademhalen. Oeh, mosblokken. Oeh, wat ga ik wegdoen? Ja, die sheets mogen sowieso weg. Ja, die mosblokken zijn chill. Suspicious stew. Voor die. Projectile protection. Ja, die laten we. Volgens mij kan deze ook wel weg. Neem ik dat mee. En die TNT is ook leuk, maar die laten we ook gewoon lekker achter. We zeggen, dan zit er hier één. Kijk.
kompas, een empty map, dat is wel leuk om te hebben. Weet je wat we dan doen? Die wol mag ook weg. Dan flikken we dit eten ook wel weg. Buried treasure map. En dan is er ergens nog één chest. Dat weet ik. En waar die chest is? Geen idee. Volgens mij aan de voorkant van het schip. Als dat kan kloppen. Jongens, ik zie ook helemaal niks, hè. Zo is aan de achterkant. Jongens, ik heb echt geen idee. Hoe dit allemaal werkt. Oh ja, daar heb ik die deur natuurlijk weggehaald. Ik zie ook helemaal niks. Het is zo fel in mijn kamer qua licht. Ik zie hem. Emeralds en Bottle of Enchanting. Tief eerst deze er wel op. Nou, daar hadden we op zich niet heel veel aan. Emeralds. Leuk. Doen we die even er zo in. Natuurlijk als je deze in een crafting table doet. Krijg je ook iron ingots. Doe je zo, kan je die samen doen. Kan je die weer meenemen. Ga je omhoog en dan regent het. Oké, even kijken, daar zijn we weer. Ja, ik kreeg een melding dat mijn schuifruimte vol zou raken. Dus ik moest even dingen weggooien en zo. Maar als het goed is, zijn we er weer. En dan gaan we natuurlijk op zoek naar de buried. Ik denk eerlijk gezegd dat we die kant op moeten. Ik weet niet. Kan dat? Moeten we die kant op? Het is één van de twee kanten. Of deze kant of de andere kant. Zo simpel is het. Ja, wel deze kant. Die beesten zijn eng, man. Volgens mij is het een soort hek. Ik dacht een hek, maar dat op de negende van de negende van de negende of zo. Kijk, want dat was één getal. Wat is het? Daar, hè? Kijk, ik wist het gewoon. Yes, sir. Heart of the Sea. Ik weet niet of we daarmee kunnen, trouwens. Emeralds kan mee, dit kan mee. Dus die kan hier blijven. Dat gold kan hier ook blijven. Heart of the Sea. Ik weet niet wat we daarmee kunnen. Dus die nemen we maar lekker mee. Die mag misschien ook hier blijven. Emerald kan nog mee. Iron Sword, ja, leuk. Switch we daarmee. Nee, hou je bek, hè. Nou, jongens, ik ga weer verder met mijn zoektocht naar villagers. Dus ik ga jullie terugzien als ik iets heb gevonden. Dit was in ieder geval leuk. We hebben nu iets gevonden. Een schatkist, een kistje. Ja, dat is leuk. Dat is natuurlijk de boot die we net hebben gepakt. Ah, deze is dan natuurlijk weggekund. Denk ik nu pas aan. Maar goed. Dat is dus een trucje. Ik zal hem jullie nog even uitleggen. Kijk. Als je dus hier zit.
Dan chunk 9, dat zag je net, ik zat op 990. En als je dan naar beneden gaat, dan vind je hem sowieso. Dat is een kleine hack voor jullie. Dus mocht je die ooit vinden, zoek naar 99 en dan graag naar beneden. Dus ja, ik ga even hier verder overheen lopen en dan zie ik jullie straks terug. Oké, en wederom ben ik niet zo ver weg, maar ik zie daar weer een abandoned nether portal. Dus ja. Laat ik die maar gewoon weer even pakken. En dan hebben we ook weer nu wel als het goed is een goldblok erbij. Dus ik het niet weer weten verpesten. Zo. Heel veel golden carrots. Ik weet niet wat we er precies mee kunnen. Ik vind het prima. Is dit allemaal beter? Dat raakt heel snel klaar, hè? Ja, ik neem het wel mee. Iets van goud? Nee, ik heb ook niks gouds. Wat kan nog weg? Ja, nou, die eieren dan maar. Oké, nou, dat was dit voor nu. En ik ga weer doorzoeken totdat ik weer iets tegenkom. En dan ben ik weer natuurlijk bij jullie terug. Oké, nou, dit is niet heel veel verder dan waar we net gebleven waren. Maar ik zie daar weer een gezonken schip. Dus dat is super nice. Ik heb alleen nog steeds een hele volle inventory. Dus wat we dan weer doen, is dat we gewoon een nieuwe crafting table maken. Eten wel meenemen. En dan doen we het zo. En dan gaan we straks wel zien wat we nou echt daadwerkelijk mee gaan nemen. Dan heb ik in ieder geval even wat space vrij. Waar heb ik nou die deuren? Ik heb nog geen deuren gemaakt. Zo. Wat kan je met een Heart of the Sea? Nou, laat het weten wat je daarmee kan. Ik heb ondertussen ook geen bootje meer. Die heb ik achtergelaten waar we net gebleven waren. Bury treasure map, boek. Boeken zijn altijd handig. Dan weten we nu dat we... Fok, die zit vol. Zeg, nu weten we dat als we daar langs gaan, dat we dan daar uitkomen. Ik heb ook maar een beetje suspicious studio. Oh, nu zie ik beter. Oh, dat is wel ziek. Night vision. Ik had heel even night vision. Oké, dat is wel lijp. I'm not gonna lie. Dit was kinda vet. Oké, en dan is er nog één kistje. Oh, potato. Kijk, die willen we ook hebben, want dan kunnen we meteen een farm maken. Another suspicious stew. Oké. Yes, sir! Oké, wat hebben we daarin gelaten? Ah ja, kijk. Oh. Dan hebben we ook nog zo eentje. Nou, die kan weer weg. Zo. Stekker sowieso. Laten we ook hier. Lapis ook maar. Koppel ook. En die suspicious steel nemen we dan nu wel in. Geen idee wat de heck dat deed, maar goed.
Die leerknop zich ook wel hier laten. Hebben die echt, gaan we die echt gebruiken? Ja, ik weet dus niet. Nee, ik denk het eigenlijk niet, hè. Deur hoeft sowieso niet mee. En lapis. Oké. Dus een kutboot maken. Ah, daar is hij, kijk. Oeh, een duik. Het zit erin. Oh, diamonds. Heel veel fucking diamonds. Nou, ik heb dit allemaal uitgegraven, maar... Eindelijk hebben we het gevonden. Heel snel slapen en... Niks meer mee te maken hebben. Oké, jongens. Ik wil nog steeds villagers vinden. Anders sluit ik de aflevering niet af. Dus ik ga jullie zo terugzien. Ik ga ondertussen nog even snel eten. En tot zo. Oké, kijk. Ik kom net letterlijk daar vandaan. Deze mag trouwens ook weg. En ik zie volgens mij daar in de verte inderdaad een dorpje. Eindelijk. Het is wel een zanddorpje, dus ik weet niet of we daar heel blij van worden. Maar ik denk dat dat voor nu een hele mooie plek is om gewoon even te verblijven. En ik heb wel een mooi huisje in mijn hoofd om te maken. Dat is zo'n 5x10 huisje of zo. Maar ja, hier kunnen we in ieder geval even blijven. Even weer op resources komen en dat soort dingen. Hoe ik wil zeggen, ben ik mijn bed nou kwijt? Kijk, en hier. Hallo! Sticks voor Emerald. Kijk. Dat is een deal. Waar ga je heen? Nou, het zal ook wel. Hier zijn ook natuurlijk nog kistjes en dat soort gekkigheid. Groen bed, mooi. Kijk, ja, we hebben nog over. Dus ja, vuist sneller daarmee. Helemaal niet uit. We hebben ook wat van dit. Wat zit hierin? Niks. Kist. Cactus. Heel veel wheat en brood. Kijk. Dit is chill. Dat is ook een mooi bedje trouwens. Ik zeg je heel eerlijk. Iron leggings. Daar hebben we niet heel veel aan. Is natuurlijk wel chill. Ik heb hier zo weinig verstand van wat dit allemaal precies is. Kijk, ja, ik wil hier eigenlijk wel aardappels en zo gaan verbouwen, maar ik ben bang dat hun het dan nakken. Die Iron Golem. Hier is een mooi bedje. Kist ook vol met alleen maar wheat. Dit was zo'n blacksmith. Library. Kijk. Die hebben we op zich nodig. Rammen we gewoon allemaal van de muur af. Ja, sorry, maar. Gedeelde 3. Nu hebben we. Dan kunnen we 10 kasten maken. De rest van die shit kan ik allemaal niet meenemen. Dat is jammer. Jezus, hoe. Van huis. Wat is dit voor bit? Oh, hier horen eigenlijk dieren. Maar goed, die staan er niet. Iedereen is hier ook geglitcht. Wat een huizen hier. Ook niks. Ook niks. Nog geen blacksmith. Bro, oh ja, eigenlijk moet ik deze dingen wel meenemen. Die dingen zijn wel handig, maar goed, ja, ik heb niks om mee te nemen, dus... We gaan nog even zoeken naar een normaal dorp, want ik wil hier mijn huis niet maken. Wat ik natuurlijk ook ga doen is dat ik mijn huis hier dichtbij maak. Maar goed, ja, ik ga nog heel even doorzoeken en dan ben ik zo weer bij jullie terug. Okay, letterlijk daar is de woestijn, kijk, je ziet het daar, het loopt helemaal daaromheen. Maar ik heb hier... Weer een dorpje gevonden. Hier zijn ook heel veel dieren. Dus dat is super chill.
Ja, alleen omdat hier zoveel van die acacia bomen zijn. Hier is ook een ravijn dingen iets. Misschien dat ik hier ergens mijn huis wel... dit valt mee hoe diep het is. Ik zou hier niet in willen vallen, maar goed. Het valt mee hoe diep. Het is eigenlijk ook weer niet het dorpje waar ik op hoop. Ik weet niet. Ook wel een leuk dorpje, maar... Nee, ik denk dat het niet helemaal is wat ik zoek. Empty map. Kompas en papier. Nou, papier hebben we niet nodig. Later natuurlijk wel, maar voor nu nog niet, ja. Dat acacia is wel zo lelijk. Ja, is wel een leuk dorpje. Maar nee, dit is niet wat ik zoek, jongens. Ze hebben al wel schapen. Heel veel raw beef. Maar ja, boeien. Misschien wel even kunnen doen. Gewoon even die iron golem slaan. Sterfbeest. In ieder geval wat van die erbij. Weer wat iron bij. Dat heb ik volgens mij al gehad. Nope. Jongens, dit is echt niks. Dat is ook niet waar ik op hoop. Het zijn wel twee dorpjes echt heel snel na elkaar, maar... Nee jongens, ik ga echt even op zoek naar een normaal dorpje en dan ben ik zo wederom bij jullie terug. Want ja, ik kan het wel gaan doen en versnellen, maar de eerste keer dat duurde zo ontzettend lang. Oké, boys, ik kom van die kant. Hè. Ik heb hier net geslapen. Ik draai me om. Wee, yo! Hoe perfect is het? Hier een berg. Daar heb je... ook een klein stukje birch. Hier heb je gewoon een dikke berg. En hier heb je gewoon een vallei. Hoe fucking ziek is dat om hier ons huis te gaan bouwen? Ik zeg jullie eerlijk. Holy damn. Dit is echt in principe de perfecte plek. Ook heel veel bloemetjes. Ik mis nog wel een beetje dieren. Jou mis ik niet. Dat is een grot. En dat is een creeper. Die mag absoluut niet ontploffen. Ik zeg nog, die mag absoluut niet ontploffen. Kijk hoe mooi dit is, jongens. Even serieus. Kijk. Ja, dit is nog zieker. Hier gaan we ons huis gewoon bouwen. En dan het liefst daar boven het water. Besef hoe ziek dat is als hier het huis is. En dat het zo hier overheen buigt. Ja, dat is denk ik wel heel ziek. En dan kunnen we hier... waar we dan voor gaan zorgen... is dat we dit allemaal gewoon met twee blokken zo doen. Dus ik zal het wel voordoen wat ik bedoel. Zeg maar dat we dit doen. Deze manier. En dan overal, zeg maar. We gaan eerst een kist maken. Dat is eerst hetgene wat we gaan doen.
een kist maken. Kijk. Zo. En wat ik dan bedoel met 2, want jullie denken waarschijnlijk 2, wat bedoel je? Kijk, wat ik dan bedoel is dat we dit zeg maar helemaal zo maken. Dan eigenlijk natuurlijk wel met dirt, dat is wel het mooiste. Dus in principe moet die dan gewoon wat hoger. Als je dit doet, en dan overal, hè, dat moeten jullie wel even indenken, dat je dat, als je het overal doet, dan krijg je eigenlijk dat al je beesten hier al zo niet uit kunnen. Kijk, dan heb je gewoon daar zo een muur. Helemaal hieromheen, hè? Nou, daar kan je het ook een beetje vastbouwen dat het een beetje natuurlijk lijkt. Of niet natuurlijk zo. En dan kan je hier gewoon al je dieren houden. Hoe superziek is dat? Nou, dat lijkt me iets heel leuks om daar dus de volgende aflevering mee bezig te gaan. En dan om hier gewoon een dikke trap omhoog te bouwen. En dat we dan daarboven ons huis hebben. En dat we dan uitkijken op de vallei. Oh, dat is ziek. Dat je hier een beetje een aanmeer maakt, een hele dikke wenteltrap naar boven, dan je huis daarop verder bouwen. Oeh, dat is ziek jongens. Dus ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het toch nog een beetje leuk vonden, ondanks dat het natuurlijk niet een hardcore is, omdat ja, gewoon mijn eigen domme fout. Ik ga het zo op deze manier gewoon verder doen. Dus ja, wil je nou aflevering 2 verder zien, of aflevering 3 eigenlijk, doe even een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. Ik heb de hik. Jou bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En zoals ik dan altijd zeg, later.